Niet alleen boeren die afgereisd zijn naar Den Haag willen een statement maken, maar ook de thuisblijvers. Onder meer hier ook in Altena zijn er kleine protestacties en wordt de actie gesteund. Je moet solidair zijn en het is indrukwekkend wat degenen die die kant op gereisd zijn vanochtend al gepresteerd hebben. En het is indrukwekkend en mooi om te zien wat er gebeurt als er zoveel boeren toch besluiten iets te gaan doen. En dan zijn ze niet meer tegen te houden. Wat vindt u van alle ontwikkelingen? Ja, als zo doorgaat, dan houden we niks meer over. Ja. Boeren zijn boos, ontevreden, verontwaardigd, maar ook bovenal, ze voelen zich niet gewaardeerd. De waardering en de trots moet weer terugkomen. De kloof tussen de boer en de burger moet worden verkleind. En er moet een balans komen in het maatschappelijk debat. We willen gehoord worden. We willen weten waar we aan toe zijn. Maar we willen ook dat mensen ons begrijpen en dat wij de mensen weer gaan begrijpen. En als je ziet wat er over ons heen gestort wordt, dan is dat enorm. En je moet je eigenlijk iedere keer maar weer aanpassen. Dat kunnen wij als agrarische sector. Dat zie je, dat doen we. Maar de snelheid waarmee het nu moet gebeuren, dat gaat gewoon veel te hard. Tijdens het protest op het Malieveld in Den Haag betrad net na 1:00 middags minister Carola Schouten het podium en sprak de boeren toe. Hierbij beloofde ze dat zij als minister tegenstander is van het halveren van de veestapel. Gelukkig dat ze dat toegezegd heeft dat ze dat niet wil doen. Dus ik volg het op de ogenblik allemaal op de televisie. Misschien dat ik gezegd heb, ik had er eigenlijk kan misschien wel interesse om te gemeente gaan. Maar heb ik niet gedaan. Dus. Er zijn collega's van ons vandaag ook naar Den Haag getrokken. Sommigen met de trein, sommigen met de tractor. Maar je ziet ook met alle wet- en regelgeving van de laatste jaren dat er best wel wat collega's veehouders weer gestopt zijn. En dat is ook een signaal. Je ziet het niet altijd, je voelt het niet altijd, maar je merkt het wel. Volgens boer Christian, boer in Altena, zijn er momenten genoeg dat de consument op de boerderij kan komen kijken om te kijken wat de boer te bieden heeft. De boer kun je altijd bezoeken. Volgende week dan is hier in Altena weer een bakkie bij de boer. Er zijn een stuk of wat bedrijven die dan hun deuren openstellen en kun je lekker een bakje koffie gaan drinken bij de boer en in de stal kijken of in de schuur kijken. In het voorjaar hadden wij bij ons op de boerderij Campien open boerderijdag. Maar ook in de eind van de zomer is er altijd hier in het Altena open boerderijdag, steeds weer op een ander soort bedrijf. Maar als je vragen hebt, kom gewoon naar de boer, bel aan en kom een keer kijken. Want je bent altijd welkom. Wij willen niks verbergen. Wij willen laten zien wat we doen. En daar zijn we trots op.